en leden van de werknemersorganisatie Openbare Werken, WOW, zijn gisteravond door de politie verwijderd nadat ze de weg naar Ornamibo hadden gebarricadeerd. Toen ze weigerden de weg vrij te maken, werden ze volgens een bestuurslid geduwd en onheus behandeld. Ook voorzitter Michael Salons werd hardhandig verwijderd, zodat de vuilwagens hun weg konden vervolgen. Salons zegt dat de bond in actie blijft, totdat de minister ze uitnodigt voor een gesprek. We zullen prikacties blijven houden totdat hij beseft dat hij met ons aan tafel moet zitten. Ja? We zijn een gevestigde organisatie op openbare werken. Hij ging nog op school toen ik daar vakbondswerk doe. Ja? En dan komt hij en dan wil hij niet met ons praten. Omdat we hem hebben gevraagd naar een streefdatum om punten op te lossen. Ja? Wil hij geen punten oplossen, dan moet hij ons dat zeggen. Ja? Maar nu, wat er nu gebeurt, is dat wij... We zouden misschien een grote actie kunnen voeren naar de assemblee gaan, onze volksvertegenwoordigers, om te vragen daar dat de minister aangesproken wordt. Ja? Dat hij met de bond aan tafel moet zitten. Ja? Maar vanwege het COVID-probleem ja, hebben we gezegd, we gaan niet massa bij elkaar brengen. Maar als dat moet gebeuren, zal het toch wel gebeuren. Maar we beginnen het met prikacties, dat hij ziet dat wij... daadwerkelijk met hem aan tafel willen zitten. Niet dat wij niet met hem aan tafel willen zitten. Wij willen met hem aan tafel zitten om een streefdatum voor die punten te hebben. Salon zegt dat hij zich niet laat afschrikken door intimidatie. De WOW is al enige tijd in actie omdat ze van mening is dat de minister zijn beloften over realisatie van het ingediende wensenpakket niet nakomt en niet op een gepaste wijze wil onderhandelen met de bond. Dus dat we datum hebben per punt. Want we hebben het ook gezegd, we hebben hem ook geschreven. Van minister, wij weten dat bepaalde punten u afhankelijk bent van die collega. Bijvoorbeeld collega Binnenlandse Zaken. Ja? Daar gaan we u langere tijd geven dat u het oplost met uw collega. Zodat we uit onze probleem kunnen komen. Ja? Maar punten die op het ministerie zelf opgelost kunnen worden, moet een kortere streefdatum. Maar hij moet dan met ons zitten, daar komen we overeen en dan zeggen we akkoord minister, voor dit punt, zo lang, voor dat punt, zo lang, voor dat punt. Maar niemand wil niet eens praten. De vakbondsleider stelt dat de uitspraken van de minister dat een overlegorgaan bestaat, welke elk moment van de dag bereid is te onderhandelen, niet waar zijn. Salon zegt dat als dit klopte, de WOW al lang om de tafel had gezeten met de OW-minister.